Het water in de Rijn is na maanden weer gestegen tot een voor deze tijd van het jaar normale hoogte. Er is voldoende regen gevallen in het stroomgebied van de Rijn. Hinder voor de scheepvaart is nu achter de rug. De Zonnebloem, een Rijnschip speciaal voor ouderen en gehandicapten, keert nu na 7 weken weer terug in zijn thuishaven Arnhem. Door de lage waterstand heeft het al die tijd noodgedwongen in Wageningen moeten aanmeren. Al die weken werd ook niet door Duitsland gevaren, omdat het water ook daar historisch laag stond. Maar waar de Rijn bij Lobith eind oktober met 6,5 meter boven NAP historisch laag stond, staat hij op hetzelfde punt inmiddels weer ruim boven de 8 meter.